Goeiedag, dames en heren. Allemaal welkom bij deze raadsvergadering. Ik open hem en dat is hiermee gedaan. Er zijn geen aanmeldingen voor spreekrecht. Mevrouw Lasje van de ChristenUnie is afwezig vanwege ziekte. Ze was er net nog heel even met de foto, maar ze redt het gewoon niet. Dus die is afwezig. En dan ga ik naar agenda punt 3, vragenronde. En dan kom ik bij mevrouw Schiphorst over verbeteringen jeugdhulp. Mevrouw Schiphorst. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft een aantal vragen over de beoogde verbeteringen in de jeugdhulpverlening. Omdat op 23 februari de Tweede Kamer over jeugdhulp vergaderde, hebben de gezamenlijke voorzitters van de Geestelijke Gezondheidszorg Nederland, de GGZ, de Vereniging Gehandicaptenzorg, VGZ, en de Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra, VOBC, een brief geschreven aan de vaste Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie. En die gaat over de huidige stand van zaken rondom de decentralisatie en transformatie van de jeugdzorg in Nederland. En zij schrijven dat er gestuurd wordt op systemen, geld en controle. Te veel tijd en energie zouden naar randzaken gaan. En wij lezen van bureaucratie. Er zijn foute verwijzingen, wachtlijsten en de regio's zouden uit elkaar vallen. De beoogde verandering blijft achter en dat baart deze organisaties zorgen. Maar ook de CDA-fractie. Wij willen dat het goed gaat met alle kinderen. En daar waar het niet goed gaat of minder goed gaat, moet snel de juiste hulp worden geboden. En daarom hebben wij de volgende vragen aan het college. Bent u bekend met deze brief en de signalen die daarin staan? De zorgen die uitgesproken zijn, zijn nogal verontrustend. Ik heb ze benoemd. Zijn er voor u punten in de brief die herkenbaar zijn en op de gemeente Dalsen van toepassing zijn? En zo ja, wat heeft u eraan gedaan? Dan wel, wat gaat u er nog aan doen ter verbetering? Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Mag ik het woord geven aan wethouder Van Martels? Ja, voorzitter, dank u wel. Herkenbaar. Deels. Het onderwerp actueel, zeker. Vorige week zijn er heel wat vragen op me afgekomen over dit onderwerp. Ik werd zelfs uitgenodigd bij RTV Oost om het een en ander erover te zeggen. En aan tafel zat onder andere meneer Kenkhuis van Jeugdbescherming Overijssel. En die onderschreef de kritische opmerking die u net maakte, die onderschreef hij ook. En ze dachten, laten we iemand aan tafel plaatsen bij een gemeente, bij een regio waar het wel goed gaat. Dus vandaar dat ik daar aan tafel mocht aanschuiven om in ieder geval ook een weerwoord te leveren aan, met betrekking tot de argumenten die hij noemde. En nou, die argumenten die zijn, als het gaat om bureaucratie, dat onderkennen we deels dat er sprake is van al te bureaucratisch handelen. Ik heb ook proberen duidelijk te maken dat, nou ja, we zijn pas 2 jaar bezig en dat betekent ook dat we de verschillende organisaties moeten leren kennen. 230 zorgaanbieders in Overijssel zijn er, in regio IJsland moet ik zeggen. Dus het is een kwestie van langzaam opbouwen. Nieuwe taken, nieuwe verantwoordelijkheden, dat neemt even tijd. Maar er zijn wel ontwikkelingen gaande dat je duidelijk kunt merken dat het beter gaat dan ook in andere regio's. Want in de regio Zwolle hebben we meteen al onderkend dat er een BVO moest komen, een bedrijfsvoeringsorganisatie. Dat betekent dat inkoop en facturering allemaal in gezamenlijkheid wordt opgepakt. En dat is in ieder geval een groot voordeel ten opzichte van andere regio's. Waar hij ook opmerkingen over maakte was over de toegang. De toegang naar de jeugdzorg, dat die in heel veel gemeenten niet goed geregeld is. Maar hij maakte in ieder geval de opmerking dat hij ook had ondervonden dat in Dalfsen, dat we naast generalisten in de sociale kernteam ook een aantal specialisten hadden toegevoegd. En dat kon hij erg waarderen, omdat hij ook zei van je hebt ook specialisten nodig die in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat die toegang op een goede manier gewaarborgd is. Dan werd er nog opmerking gemaakt over de wachtlijsten. Er zijn weliswaar wachtlijsten, maar die zijn lang niet zo groot als voorheen. Voordat het bij de gemeente is belegd, mensen in de regio IJsland. Want er zijn 42 regio's in den landen en de regio IJsland is daar maar eentje van. En de kritiek die werd genoemd richtte zich op alle regio's in Nederland. Nou ja, ik heb in ieder geval duidelijk kunnen maken dat het in deze regio redelijk goed gaat en dat we ontwikkelingen maken in de goede richting en dat het hoop biedt voor de toekomst. En 2 van de 3 onderwerpen heb ik ervan kunnen zeggen van dat is goed geregeld, die bureaucratie die valt reuze mee. En we hebben in ieder geval stappen genomen zodat de verbetering mogelijk is.
Dus ik hoop dat u hiermee op de hoogte bent gesteld. Misschien ook nog wel goed te vermelden dat landelijk het CDA voorstel heeft gedaan om tot een landelijke uniforme standaarden te komen voor regio's, jeugdzorgregio's. En of dat er doorkomt in de Kamer, dat weet ik niet, maar in ieder geval het was een voorstel. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Wat u dus zegt is, de wachtlijsten zijn nu korter dan dat ze waren voor de decentralisaties. U zegt dat in ieder geval in onze eigen regio, IJsseland, de bureaucratie eerlijk gezegd vrij onder de klauwen is. In ieder geval in de hand is, doordat we in één BVO werken. En verder zegt u dat de veranderingen in de zorg ook zijn tijd nodig hebben. Dat is het derde punt wat u maakt. Ik kijk even rond. Mevrouw Schipporst, wilt u naar aanleiding hiervan nog wat zeggen? Dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor de beantwoording. Wat dat betreft ben ik een beetje gerustgesteld. U heeft niet volmondig aangegeven dat het allemaal goed is. Dat begrijp ik ook, dat niet aan de orde zou kunnen zijn. Maar wij willen dat de kinderen, dat met alle kinderen goed gaat. En ook degene die daar hulp bij nodig hebben. Dan wel de gezinnen die daar de hulp bij nodig hebben. Ik heb u horen zeggen dat de aanpak binnen de BVO's, zoals die zijn gevormd, een goede is geweest. En dat de sociale kernteams ook de deskundige en specialistische deskundigheid heeft, in huis heeft. En dat is ook wel een geruststelling. Dank u wel voor de beantwoording. Dank u wel, mevrouw Schipporst. Anderen nog die naar aanleiding hiervan aanvullende vragen hebben richting wethouder? Dat is niet het geval. Oké, dan sluit ik hiermee dit onder. En dan ga ik naar de vaststelling van de agenda, als dat mag. En dan komt hij in beeld. Hij komt niet in beeld. Kijkt u even naar uw papiertjes. Als u die heeft, of uw eigen beeld. Gaat u akkoord met de agenda zoals die voor ligt? Doet u allemaal? Dan is die akkoord. Akkoordstukken. En dan begin ik met het plan van aanpak asbest. Volgens mij is dat helder behandeld. Meneer Rooijakkers, u heeft een stemverklaring. Oké. Andere nog een stemverklaring? Niet? Meneer Rooijakkers, D66. We hebben een uitgebreide discussie gehad over met name vrijkomende agrarische bebouwing, VAB. En de wethouder heeft toegezegd dat binnenkort in april aan de orde komt. En ik ga er dan ook van uit, en dat is dan de stemverklaring die ik wil geven om ermee in te stemmen met het stuk, dat de aandacht voor de asbestaanpak daarbij een belangrijke rol zal spelen en dat er daar gedegen naar wordt gekeken. Dan breng ik het in stemming als u het goed vindt. Wie eerst plan van aanpak asbest voorstelt vast te stellen, plan van aanpak asbest. Wie van u is daarvoor? En dat bent u allemaal. En daarmee is dat aangenomen. Dan krijg ik archeologiebeleid, neem me niet kwalijk. Na behandeling in de raadscommissie waren er nog een tweetal vragen blijven liggen. En die zijn beantwoord, die staan op de RIS, als het goed is. Dus volgens ons kan dit een akkoordstuk blijven. Is dat zo? Kijk even rond. Ja? Mag ik het in beeld? Voorstellen is om de notitie archeologiebeleid gemeente Dalfsen 2017 met bijbehorende archeologische beleidsadvieskaart vast te stellen. En ten tweede de wijzigingen die voortvloeien uit de notitie mee te nemen in het bestemmingsplan actualisering kernen en het vierde verzamelplan buitengebied. En wie gaat daarmee akkoord? Wie stemt ermee in? Dat bent u allemaal. En is dat met algemene stemmen aangenomen? Dan ga ik naar de actualisatie notitie inbreidingslocaties. De raadscommissie kon zich vinden in de voorgestelde aanpassingen in de notitie. Heeft zelf ook nog suggesties aangedragen. En die zijn in de notitie verwerkt en gearcheerd. Dat vindt u prettig als we dat goed hebben. En de conclusie volgens ons is dat het nog steeds een akkoordstuk is. Hebben we dat goed gezien? Ik kijk even rond. Is dat zo? Mag ik een stemming brengen? Actualisatie notitie inbreidingslocatie voorstel in te trekken. De notitie inbreidingslocaties die op 20 april 2009 is vastgesteld en twee vast te stellen. De geactualiseerde notitie inbreidingslocaties van januari 2017. U gaat ermee akkoord? Dat doet u allemaal. Algemene stemmen aangenomen. Dan krijg ik de afstemming, dat ligt iets ingewikkelder even, de afstemmingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ. En u kon zich in deze afstemmingsverordeningen vinden. En wethouder Van Leeuwen had toegezegd om een reactie te geven over het woord straf en over de communicatie naar buiten. En dat is gedaan, staat op het RIS. Maar, ik wijs u er even op, vandaag is alsnog een reactie van de participatieraad ontvangen. En die heeft u ook vandaag op het RIS gezien. En die is samen met een korte reactie van het college op het RIS geplaatst. En dat is een afwijking van de uitspraak van de wethouder tijdens de behandeling, dat hij een dergelijke reactie niet had ontvangen. Hij had hem dus wel ontvangen, maar u had hem niet gekregen.
Dus dat meld ik even hier. Het kan zijn dat u zegt het was een akkoordstuk, is het nog steeds. Maar het kan zijn dat, dat u toch nu nog inhoudelijk het een en ander te melden heeft. En dat heeft in ieder geval de heer Wildvank. En ik zag ook mevrouw Schiphorst. Eerst meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, wat mij betreft is het nog steeds wel een akkoordstuk. Maar in het stuk van de participatieraad staat één vraag, de laatste vraag. Waarin ze zeggen, we willen een soort evaluatie doen na een jaar. Het antwoord wat daarop kwam van het college is eerlijk gezegd voor mij niet helemaal helder. Ik zou dat punt nog wel even eruit gelicht willen hebben. Dat kan ook op een ander moment, want voor het overige kan het wat mij betreft door. Ik zag mevrouw Schiphorst al instemmend klikken, dus dat zal ongeveer hetzelfde zijn. Dat was dezelfde vraag, voorzitter. Ja. En ik ben wel benieuwd waarom de wethouder had gedacht dat de participatieraad had geadviseerd zoals die in de eerste notitie stond en dit nu boven water komt. Nou, een klein, ik kijk nog even rond. Andere nog, meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, we willen de opmerking maken dat we de wethouder danken voor de wijziging en toelichting. Soms zit het inderdaad in één woordje en dat is helder aangepast en uitgelegd. Dus we denken dat de formulering beter past en zijn daarmee akkoord. En verder niemand meer? Dan heb ik aan de wethouder de vraag wanneer het antwoord komt op de vraag van de participatieraad. En misschien ook een beetje hoe het zo heeft kunnen komen. Wethouder van Leeuwen. Ja, dan zal ik dat proberen in die volgorde te doen met uw welnemen, voorzitter. Die laatste vraag, meneer Wildvank. Ik heb mij laten vertellen dat het gaat om hooguit 2 à 3 gevallen per jaar. Mijn voorstel zou zijn om daarvan iets uitgebreider verslag te doen in de halfjaarrapportage. Mag ik daar even op antwoorden, meneer voorzitter? Ja, neem me niet kwalijk, ja. Ja. Ik ben een beetje afgeleid door mijn eigen hand, die wordt steeds dikker. Ik ben door een wesp gestoken vanmiddag. Oeh. Ja, dat kan je soms overkomen. Daar was ik even niet met mijn gedachten bij u, maar ik was met mijn gedachten bij mezelf. Sterker nog, een koningin. Door een koningin, ja. Ja, dankjewel, meneer Van Leeuwen, dat is echt heel geruststellend. Dan toch even in reactie op wat u aangeeft, meneer wethouder. Wat mij betreft is het prima om dat te doen in de vorm van een kort verslag. Ook al is het er maar 1 of 2, dat is misschien juist wel even interessant om te weten dat het wellicht om maar heel weinig gaat. Ja, ik denk dat het dus heel makkelijk mee zou kunnen in de halfjaarrapportage. Dan gaan we dat doen. En dan CDA de vraag. Ik zal heel eerlijk zijn, de reactie van de participatieraad, die heb ik vanmorgen voor het eerst gezien. Die heb ik snel even gescand. In mijn beleving doen wij ook alles wat daarin staat, met uitzondering dan van deze laatste toevoeging. Dus toen heb ik verzocht aan de afdeling om toch even een reactie te schrijven hoe het zo gekomen is. En die heeft u gekregen. Dank u wel. Is dat voldoende, mevrouw Schiphorst? Het is een reactie op de inhoud, maar hoe het gekomen is, is mij niet duidelijk. Ik geloof dat het wethouder ook niet duidelijk is. Ik zal het nog nader uitzoeken en u dan persoonlijk even een keer op de hoogte stellen als u dat goed vindt. Oké. En u heeft een toezegging gedaan namelijk dat de vraag van de participatieraad wordt beantwoord bij de halfjaarsrapportage. Ja? Dan kijk ik even rond. Is het dan voldoende behandeld wat u betreft, allen? Ja, dan gaan we toch gewoon verder alsof het een akkoordstuk is. Mag ik hem in beeld hebben? Afstemmingsverordening, participatie, IOAW en IOAZ. Voorstel vast te stellen. De afstemmingsverordening, participatiewet, IOAW en IOAZ. Gemeente Delft 2017 tot het intrekken van de afstemmingsverordening, participatiewet, IOAW en IOAZ. Gemeente Delft 2015 en de maatregelverordening 2013. Wie gaat ermee akkoord? En dat doet u allemaal. En is die met de algemene stemmen aangenomen. Dan kom ik nu bij agenda punt 9. En dat is de kadernota duurzaamheid. Dat is een bespreekstuk. Uitgebreid over besproken in de commissie. En er was volgens mij, durf ik te zeggen, waardering voor de verbeterslag. In vergelijking met het vorige exemplaar. Maar er zijn nog een paar aandachtspunten blijven liggen. Wethouder Agricola heeft al aangegeven de suggesties te bekijken en mee te nemen richting het beleidsplan april. Maar de meeste fracties vonden het nog te vroeg voor een oordeel. Dus ik wil u in de gelegenheid stellen om met een tweede ronde te komen. Wie van u mag ik het woord geven? Kijk even rond.
Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. We hebben de kadernota aan de hand van de antwoorden van de wethouder en de reacties van de overige fracties binnen onze fractie besproken. We hebben één vraag op dit ogenblik en die is toch enige inleiding nodig. We hebben in de commissievergadering aangegeven dat we onze achterban willen raadplegen over het onderwerp duurzame energie, maar als gemeentebelangen staan we voor alle inwoners van onze gemeente. Tijdens de commissievergadering werd door de heer Royakkers als antwoord op een van de reacties gegeven om dit breed uit te zetten binnen onze gemeente. Wij vinden het onderwerp bij uitstek een onderwerp om alle inwoners van Dalfsen bij te betrekken en te laten spreken. Het besef dat fossiele brandstoffen eindig zijn en dat we zelfvoorzienend moeten worden, groeit. Maar we zien ook aan de andere kant dat het onderwerp heel anders wordt ervaren als het in de beruchte achtertuin gaat gebeuren. En dat is wel het gevolg van duurzaam opwekken van energie. We gaan het nou een keer zien in onze omgeving als we hiermee aan de slag gaan. We zouden graag weten wat de wethouder van het idee vindt om een enquête te houden over dit onderwerp duurzaamheid. We hebben hier een aantal opmerkingen bij. Als eerste, we willen erbij zeggen dat we het heel belangrijk vinden hoe de vraagstelling is in de enquête. En willen hier graag als raad in worden meegenomen, zodat we inwoners van Dalfsen voorbeelden krijgen wat het gaat betekenen in onze eigen leefomgeving en wat de gevolgen zijn voor onze portemonnee als er gekozen wordt om niet te kiezen voor duurzame energie of om wel te kiezen. Tweede punt. Concreet uitwerken, zodat het heel duidelijk wordt voor alle inwoners, zodat we voorbeelden hebben per kern en de gevolgen niet alleen genoemd worden, dus financieel, maar dat het ook gevoeld wordt wat het betekent. Derde punt, we willen ook graag dat participeren in andere onderwerpen wordt meegenomen. Er zijn natuurlijk mogelijkheden om bijvoorbeeld te participeren in een windpark op zee, maar dat betekent dat we niet zelf moeten, of dat er geen particuliere initiatieven zijn, maar dat we zelf als gemeente zullen moeten investeren. En dat willen we dan daar ook graag in terugzien. Het is wat ons betreft een vervolg op het beleid. Er moet goed worden uitgewerkt. We vinden de kwaliteit van het geheel belangrijk. En het is het onderdeel van het energie-neutraal maken van de gemeente Dalfsen in 2050. En we zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder en ook naar de reactie van de overige fracties. Dank u wel. Meneer Schuurman, dank u wel. Ik kijk even rond. Wie van u wil nog meer het woord? Je blijft erbij in de eerste ronde. Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. We hebben afgelopen vrijdag nog gevraagd naar de lijst dan van toezeggingen. Want in de commissie heeft de wethouder aangegeven van nou, ik neem alles mee, ook in de uitwerking van het beleidsplan. Dat is ook mooi, maar we hebben inmiddels dan ook een lijst gekregen met de onderwerpen die daarin staan. Naar aanleiding daarvan een paar opmerkingen, een paar vragen. Allereerst, als het gaat over hoe we dat nou meten, de voortgang in duurzaamheid. In de commissie ontstond er een discussie over het nut en het gebruik van de GDI, de duurzaamheidsindicatoren. Eigenlijk was de conclusie dat die hooguit als een soort flankerend element kan worden gebruikt, maar dat het eigenlijk helemaal niet zo scherp is wat daar mee bedoeld wordt. En in dat kader hebben we ook gezegd van moet het dan iets scherper worden geformuleerd dat we energie-neutraliteit, dat we dat dan ook gaan meten als een opvolger van de CO2-neutraliteit zoals we die tot nu toe hebben geformuleerd. Dus onze vraag is aan de wethouder, hebben we dat nou goed begrepen dat dat ook op die manier wordt meegenomen? Dat is één. Tweede, als we het dan toch over windenergie hebben. Onderzoek naar kansrijke gebieden voor windenergie en zonnedaken. En dan wordt daarachter vermeld van, ja, dat is bestaande structuurvisie ruimtelijke ordening. De vraag is van of we er daarmee komen. Want blijkbaar gaat het op dit moment met de bestaande structuurvisie niet zo, om het maar zo te zeggen, van een leien dakje als het gaat over die duurzaamheid. Dus moet daar niet gewoon wat explicieter aandacht voor zijn van wat de kansrijke omgevingen zijn? Derde punt wat we hadden vermeld, wat we niet terugvinden op de lijst, voor zover ik het heb kunnen lezen. We hebben gevraagd naar de kaders voor het al dan niet plaatsen van zonneparken. Die zouden we wel graag meegenomen zien in het beleidsplan. En tenslotte, en dat is een punt wat gaat over het proces. Er wordt melding gemaakt dat er morgenavond een overleg is met de duurzame dorpen. Gaat het nou over dit vastgestelde kader, deze vastgestelde kadernotitie, althans straks vastgestelde kadernotitie, of gaat het al over het beleidsplan?
Wat wij in ieder geval, waar we voor gepleit hebben, is voldoende ruimte ook voor de duurzame dorpen om serieus mee te denken en ook serieus te beoordelen wat er zo meteen in het beleidsplan komt. Dat doet denk ik recht aan hun beoogde positie. En ook dat zouden we graag vernemen van hoe we dit nou moeten interpreteren. Dat zijn onze vier punten. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Hooyakkers, D66. Dat was meer een opinierend, dus tweede termijn. Dan mag u daar inderdaad nog even mee wachten. Anderen nog? Niet? Dan ga ik naar de wethouder. Wethouder Agricola. Ja, dank u voorzitter. Even inhakend op de vraag die gemeentebelangen stelt over het houden van enquête. Zeer breed over de hele bevolking van Dalfsen over de windenergie. Die toezegging wil ik wel doen aan gemeentebelangen. Maar in ieder geval van... U hebt verschillende kaders meegegeven waar zo'n enquête aan moet voldoen. Dus dit vergt dus een goede voorbereiding voor je dit hier mee aan de gang gaat. U hebt ook gevraagd om de raad hierin mee te nemen. Dus gezien de problematiek waar we voor staan, willen we hiermee aan de gang. Maar ik wil er wel bij zeggen, wij qua uitwerking moet u denken dat wij dan in de loop van volgend jaar daarmee naar u toe zullen komen. Want gezien nu, op korte termijn, is daar geen ruimte voor. Dus ja, in de loop van volgend jaar komen we bij spreken. Qua uitvoering van deze enquête willen we daar zeer zeker uitvoering geven. Dan de ChristenUnie. Voortgang van het meten qua duurzaamheid. Alle zaken die wij spreken in deze kadernota hebben neergezet en die willen wij op zich op ieder punt gaan meten. Dus niet zozeer met name op de GDI, omdat bepaalde GDI-meetpunten anders worden geïnterpreteerd dan van Dals van toepassing is, willen we dus met die meting, willen we dus op alle punten, willen we ingaan en u daarvan op de hoogte stellen. Dan windenergie, zonnedaken, dan in de bestaande structuurvisie ruimtelijke ordening. Wat zijn kansrijke gebieden? Nou, we weten qua windenergie dat de kansrijke gebieden bij zeker vastgesteld door de landelijke overheid, waaruit afspraken zijn gemaakt door de provincie met de landelijke overheid. Qua zonnedaken of zonnevelden hebben dat nog niet. En wat wel een rol speelt, we hebben deze kadernota gezegd van qua zonne-energie, daken gaan voor, met name op de grond. En we weten ook dat er binnen de gemeente een aantal initiatiefnemers zijn die met name een zonnepark willen realiseren. En bij die initiatieven zal er gewoon een gewogen afweging gemaakt moeten worden van hoe wij daarmee om willen gaan. Maar nogmaals, dak gaat voor een park. Dan de duurzame dorpen. De duurzame dorpen gaan morgen meelezen in het concept uitvoeringsplan wat in april bij u aan de raad wordt voorgelegd. Dat aangaande vragen, voorzitter. Ik kijk nog even naar meneer Schuurman. Was dat voor u het duidelijk antwoord? Op zich, het antwoord is duidelijk. Aan de ene kant denk je dat eind volgend jaar een eindweg is. Aan de andere kant, de molens in Nieuw-Leusden staan er ook niet op dit ogenblik. Dus de hoogste prio heeft het op dit ogenblik ook niet. Wij zeggen... snelheid maken met invoeren van het beleid rondom de duurzaamheid en dan vervolgens dit bespreken, dus akkoord. Oké. Meneer Nijkamp, voldoende antwoord op uw vragen? Ja, gedeeltelijk. Als het gaat over die GDI, begrijp ik dat dat netjes wordt gemeten en gerapporteerd. Maar toch nog even de scherpte in die energie-neutraliteit. Maakt die daar nou onderdeel van uit? Of is dat een separate indicator waar we over gerapporteerd krijgen en ook op gaan sturen?
Als u instemt met de kadernota die voorligt en daarbij komt dan uitwerking in de raad, komt er terug. En met name daar wordt meten en monitoren, komt in dat stuk ook terug hoe wij dat willen gaan doen. Dus wat dat betreft, ik heb al een schot voor de boeg gegeven, bij alle zaken die in die kader staan, zullen met name gemeten en gemonitord worden. En daarbij naast heb je die GDI-index ook. Maar nogmaals, die GDI-index geeft ook wat verwarring. Dus u als raad bent erbij gebaat van wat voor stappen hebben wij nou als gemeente Dalfsen gezegd in de verduurzaming van de gemeente Dalfsen. Nogmaals, uitwerking komen erop terug. Ik vat samen, meneer Nijenkamp, u beslist er zelf over bij de vaststelling van de beleidsnota. En niet alleen maar deze, maar alle andere indicatoren. Is dat voldoende? Voorzitter, ja. Misschien toch naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder op de vraag van de heer Suurman, die natuurlijk mijn volledige sympathie heeft, want als gemeentebelang mijn naam noemt, dan ben ik natuurlijk in één keer wakker. Maar het antwoord van de wethouder verbaast mij wel. Want we gaan binnenkort een beleidsnota maken, dan zou je zeggen, omarm het nou, wethouder, de suggestie van gemeentebelangen om een enquête te doen, dan kun je er rekening mee houden in je beleidsnota. En we gaan nou eerst een beleidsnota maken en dan gaan we volgend jaar een keer die enquête doen. Hoe moeilijk kan het zijn? Het is een internetuitvraging. Dat kan toch geen kwestie van mijn capaciteit om daar een tiental interessante vragen voor te bedenken? Dan kunnen we er nog allemaal profijt van hebben bij de beleidsvaststelling. Uw punt is duidelijk, meneer Rooijakkers. Wethouder Agricola, nog een keer waarom het zo lang moet duren? Want dat is volgens mij de vraag. Nou, gemeentebelangen. Ik heb gezegd van ik sta positief tegenover het voorstel van gemeentebelangen. Dat gaan we ook doen. Maar daarbij zegt gemeentebelangen ook, wij in dit kader vinden wij zorgvuldigheid vinden wij heel erg belangrijk. En om zo snel mogelijk even een enquête in elkaar te flansen, dat gaan we zeker niet doen. Ik heb gezegd, in de loop van volgend jaar, wij spreken, dan zal de uitvoering plaatsvinden. En met name een beleidsnota kan bij spreken naar aanleiding van de uitkomsten van die enquête, kan ook bijgesteld worden. Daar hebt u als raad, dat hebt u zelf in de hand. Dus het is niet zo van dat deze beleidsnota in één keer in beton wordt gegoten. Die kunt u aanpassen. Oké, ik kijk u niet eens aan, meneer Rooijakkers. Ik weet dat u er niet tevreden mee bent, maar daar wordt het antwoord niet anders van. Dus volgens mij is dat, dat klopt, maar volgens mij is hiermee de positie helder. Het feit dat iets lang duurt, wil dan niet zeggen dat het goed wordt. Hè? Ik bedoel, je kan een korte tijd kun je ook iets goed doen. Ja, zoals ik al zei, het antwoord wordt er volgens mij niet andersom. Dus ik laat de discussie daarbij. En dan ga ik naar de opinierende ronde toe. En meneer Rooijakkers, misschien voor u. Als aftrap voor die ja, ik begin met complimenten, voorzitter. Ja, dat had u niet verwacht misschien, maar. Jawel. Ik vind met name het stuk wat er is gemaakt over de plaatsopmerking van de raadscommissie van 6 februari in het beleidsplan. En dat er mee rekening wordt gehouden, dat het ook gevolgen wordt op die manier, vind ik uitermate verhelderend. En daar wil ik de wethouder en de ambtenaren die het ongetwijfeld gemaakt hebben voor bedanken. Dank u wel. Anderen nog in het opinierende deel. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, in de commissie hebben we het inderdaad uitvoerig besproken. Algemene conclusie, ook onze conclusie, de voorliggende kadernota is gewoon een flinke verbetering ten opzichte van de vorige versies. Vandaag hebben we nog enkele documenten ontvangen. Ik was helaas slechts in staat om ze vluchtig te scannen. Daarbij wel gezien de lijst inderdaad met punten die aangedragen zijn en waar we die straks terug zullen kunnen vinden in de uitvoeringsnota. Daarvoor alvast dank. Voor toegehoorde zorg wil ik toch aangeven dat wij voor de uitwerking in de beleidsnota 4 aandachtsrichtingen nog even kort samengevat mee willen geven. Als eerste, breng meer realiteitszin aan. Daar hebben we onder andere bij genoemd, betekent gewoon meer concrete en meetbare, maar wel reële doelen. Bepaal die doelen tenminste voor de gebruikersgroepen, inwoners, bedrijven en vervoer. En betrek bouwbedrijven en installatiebedrijven bij verdere collectieve acties. Als tweede punt, verbreed de scope en benut kansen. Daarbij doelden we op het aandacht besteden aan het gebruik van duurzame materialen en aan gezondheidsonderwerpen. We hebben ook gevraagd om mee te kijken in andere beleidsvelden, zoals bijvoorbeeld de bevordering van werkgelegenheid in of nabij onze dorpen. En betrek de buurt rondom grote projecten. Als derde puntje de monitoring. We hebben gevraagd om een voorstel te presenteren om regelmatig
door deze raad de vorderingen te kunnen monitoren op basis van harde streefwaarden. En als vierde en laatste het communicatiestuk, want communicatie is en wordt de crux in het hele proces. Zoek daarbij aansprekende voorbeelden en ambassadeurs. Wij verwachten dat de voorliggende kadernota, met onze suggesties daarin meegenomen, een goed werkende beleidsnota zal opleveren, die duidelijk richtinggevend zal blijken voor de uiteindelijke uitvoering. En we wensen u daarbij veel succes. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Ik ga nog verder, meneer Wildfank, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Ook een paar korte opmerkingen. De vorige keer heb ik al mijn complimenten voor mij gegeven voor het toch fors aangepaste stuk. Ook de aanvullingen die we vandaag hebben gekregen, met name die vindt plaats van de opmerkingen die de Raad heeft gemaakt. Dus wat mij betreft een prima aanvulling. Verder moet ik wel constateren dat de nota niet is aangepast. En in die zin is er dus ook geen voorstel voor de ondersteuning van de duurzame dorpen, zoals we dat wel even aan de orde hebben gehad. Dat zal dan bij de uitwerking in april nu kennelijk moeten gebeuren. Het is een kadernota, dus het proces moeten we ook verder niet ophouden nu, denk ik. Het is echt serieus zaak om er nu werk van te maken. En we wachten dus de nota in april nu af. Op voorhand zou ik nog wel een paar dingen kwijt willen. In eerste instantie dat punt van het CO2-neutraal. Dat weegt voor ons toch wel zwaar. Laat het niet zomaar los, daar heb ik vorige keer ook al iets over gezegd. En dat geldt dus ook zeker voor de mate en de manier waarop, de manier waarop de duurzame dorpen worden betrokken. Verder ga ik ervan uit dat de boodschap met betrekking tot de drie windmolens die door meerdere partijen is ingebracht, of tot de opmerkingen die zijn gemaakt en als de beperking van het aantal windmolens, dat die ook zijn vertaling zal krijgen. Ik ben in dat opzicht eigenlijk nog het meest benieuwd naar het standpunt van gemeentebelang uiteindelijk. Ja, en tenslotte waarschuw ik nog opnieuw een keer voor die grote ontwikkelaars die zonneparken willen bouwen. Ik zou er echt op willen aandringen om niet alleen de daken voor te laten gaan, maar vooral ook lokale initiatieven voor te willen laten gaan. Maar voor het overige zullen we instemmen. Dank u wel. Meneer Schuurman, gemeenteplanner. Dank u wel, voorzitter. We willen aan de slag. We willen hebben dat er duidelijk ruimte komt voor duurzame initiatieven. Het enthousiasme wat er is moet worden benut en beloond. We willen een energie-neutraal bedrijf zijn in 2025. Volop mee aan de slag en alle initiatieven die de gemeente ontplooit, waar mogelijk energie-neutraal en misschien waar mogelijk de omgeving laten profiteren. De doelstellingen worden door deze kadernota wel flink afgezwakt ten opzichte van het bestaande beleid. Aan de andere kant, de kans dat de bestaande doelstellingen gehaald zouden worden, was misschien ook wat minder groot. We vinden het daarom van belang dat we duidelijk zijn wat we gaan doen en waar we naartoe willen. Deze kadernota is daarvoor een goede start. De onderwerpen zijn afgebakend en de kaders staan goed genoemd. De aanbevelingen die gedaan zijn tijdens de commissie zitten ook al verwerkt in de basis van het beleidsplan. De aandachtspunten die zijn gedaan krijgen daardoor ook de aandacht die het verdient. Voor wat betreft de duurzame dorpen willen we benoemen dat we daar als gemeente maatwerk moeten bieden. Goed samenwerken, duidelijk dingen met elkaar bespreken, kijken wat nodig is. Soms is het geld, soms is het ondersteuning op een bepaald onderwerp. Denk hierin mee met de duurzame dorpen, zorg voor samenwerking en stimuleer en motiveer. Er zijn duidelijke data genoemd hoe het vervolgtraject gaat lopen en de collega's kunnen er wat ons betreft mee aan de slag. Als laatste tip, duurzaam denken is denken buiten de bestaande lijnen. Binnen de lijnen was het al lang ontdekt, dus luister naar elkaars ideeën en help elkaar met het uitwerken van een plan. Succes. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Als rentmeester van de schepping vinden we dit een bij uitstek een onderwerp waarin dat naar voren kan komen. En in dat kader zijn we ook blij met een kadernotitie die weer wat richting geeft. Hoewel het ook een zekere worsteling weergeeft. Van wat zet je daar nou precies in en wat zet je daar nou niet in? Binnen dat hele brede spel wat je daarmee zou kunnen definiëren, is in ieder geval wat ons betreft die energieparagraaf echt een kernpunt. Dat was het en dat blijft het wat ons betreft ook. Dus de energie-neutraliteit, om daar naartoe te bewegen, dat is wat ons betreft ook de rode draad. En de rest zal daar ongetwijfeld bij ondersteunend zijn. Waarbij we wel gezegd willen hebben dat het niet alleen gaat over de directe gemeentelijke verantwoordelijkheid. Want dan hebben we het over gemeentelijke en maatschappelijke gebouwen. En ik heb even naar de inhoudsopgave gekeken van het beoogde beleidsplan. Daar wordt dat uitvoerig bemeten. Daar mist overigens dan precies in die neutraliteit, die energie-neutraliteit, de opgave voor de rest van de gemeente. En die zouden we toch wel heel graag in het beleidsplan echt terug willen zien.
Er is iets gezegd door meerdere partijen over de communicatie, dat het niet eenvoudig is om die boodschap uiteindelijk ook bij het brede publiek te brengen en te laten landen. Dat geeft wat ons betreft ook wel even aan dat we, als we het hebben over een enquête, die zorgvuldigheid inderdaad wel moeten toepassen. En dat het niet een kwestie is van snel iets in elkaar zetten. Want voordat je mensen een uitspraak kunt laten doen, want de aanleiding is natuurlijk het al dan niet meer plaatsen van windmolens, hè, dat is de aanleiding geweest. Ja, voordat je het weet krijg je dan een hele primaire reactie. En als je vergeten bent om nut en of een noodzaak duidelijk te maken van wat voor opgaven hebben we hier met elkaar, dan ben ik bang dat uit die enquête niet al te veel gaat komen. Dus daar zit denk ik wel een traject aan vooraf. En sowieso communicatie is een onderwerp binnen het beleidsplan wat we denk ik toch tegemoet mogen zien. Over de zonneparken is net al iets gezegd. En het is ook precies wat de wethouder aangeeft, want er liggen gewoon concrete initiatieven. En als we met elkaar niet de kaders helder hebben, dan overkomt het ons. Daar zouden wij voor willen waken. En in dat kader hou ik me even vast aan datgene wat de wethouder heeft gezegd. We gaan eerst die daken eens verzorgen met zonnepanelen, voordat we aan andere uitbreidingen denken. En voordat we daar ook concrete initiatieven op beoordelen, stel ik voor dat we het eerst maar eens over de kaders hebben. Want anders wordt het toch een beetje een ad hoc spel bij eerste aanvraag die zich gaat aanbieden. Ten aanzien van de betrokkenheid duurzame dorpen hebben een aantal partijen al wat gezegd. Prima, geef ze hun plek ook daarin. Wat ons betreft niet alleen in de uitvoeringsparagraaf, maar zeker ook in het conceptbeleidsplan. Dus als u morgenavond met duurzame dorpen om tafel zit, ik neem aan dat het conceptbeleidsplan al geschreven is, hè, want dat moet volgende week al ingediend worden. Dus neem dat mee met de bespreking. Dat zou onze oproep zijn. Voor de rest zullen we dan de kadernotitie ondersteunen. Dank u wel. Dan kijk ik even rond. Meneer Veldhuis nog, VVD, tot slot. Dank u, voorzitter. We hebben de vorige keer in de commissievergadering al aangegeven dat we akkoord zullen gaan met de kadernota. Dat blijft ook zo. We roepen het college wel op om te blijven kijken naar de haalbaarheid. We hebben een hoge ambitie met z'n allen hier neergezet qua duurzaamheid. Dat heeft consequenties. Consequenties voor iedereen. Als je kijkt naar windenergie, zonne-energie, dat soort facetten, dat horen we hier vanavond ook al andere partijen zeggen. En dat betekent dat participatie vanuit de samenleving essentieel is. Ik kan me goed vinden wat de collega van de ChristenUnie net ook aangeeft. Van zorg ervoor dat je daarin de communicatie met de bevolking ook opzoekt. En ervoor zorgt dat dat die aangesloten blijven. En ik denk ook dat die enquête waar meneer Schuurman het over had een goed instrument is om te kijken wat leeft onder de bevolking. En wat ons betreft hoeft dat ook niet te wachten tot volgend jaar. En mag dat gerust op korte termijn starten. En dan wel niet snel. Maar wel zorgvuldig, maar dat kan ook volgens mij in een aantal maanden moet dat kunnen. Tot zover. Dank u wel. Dan wil ik de wethouder toch nog even de gelegenheid geven om te reageren, want er zijn nu ook nog een aantal welwillende adviezen meegegeven met betrekking tot de beleidsnota, onder andere en de uitvoeringsnota. Dus misschien wilt u daar nog iets over zeggen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, helder, duidelijk wat er gezegd is. Ik heb nog één vraag, in ieder geval die ik met name ook in de eerste termijn werd genoemd door de ChristenUnie, van de kaders aangaande zonneparken. Is de vergadering van mening, wij spreken aangaande de zonneparken met name in die kadernota op moeten gaan nemen en daar ook mee in de uitwerking bij u als raad terug moeten komen. Dus dat wil ik even bij spreken hier in de midden nog neerleggen. Misschien is het goed dat we daar gewoon ook zeg maar, met een voorstel over komen. Dat zou misschien bij die beleidsnota kunnen. In plaats van dat we die vraag nu open in de raad leggen. Tenminste, dat lijkt mij verstandig. Ik heb in ieder geval de heer Nijkamp horen zeggen dat hij dat wenselijk zou vinden. Dus ik denk dat we dat als college gewoon even op moeten nemen. Dan, want anders trek ik nu de discussie helemaal open over dit punt. Weet ik niet. Kijk rond. Is dat goed? Dat wij daar gewoon zelf als college op terugkomen? Ja? Oké. Doen we dat. Nou, dus dan is weer een toezegging gedaan hier. Dan ga ik even kijken of ik over kan gaan naar de stemming. Kan dat? Ja, mag ik hem in beeld? Kadernota duurzaamheid. Het voorstel is om de kadernota duurzaamheid vast te stellen voor de periode 2017-2025 en de financiële consequenties te verwerken in het beleidsplan duurzaamheid en de perspectiefnota 2017. Wie gaat ermee akkoord?
Dat bent u allemaal. En dan is die met algemene stemmen aangenomen. Dank u wel. Voor een enkele minuut de vergadering schorsen. Want het volgende agendapunt, dat moet ik behandelen. Inhoudelijk behandelen, laat ik het zo zeggen. Ik behandel alle agendapunten, maar die moet ik echt inhoudelijk behandelen. En in de voorbereiding hebben we afgesproken dat het verstandig zou zijn als uw vicevoorzitter dan de rol van voorzitter op zich neemt. Dus ik schors de vergadering van een enkele minuut, zodat die aan Nijker en ik van rol kunnen verwisselen. En degene die denken, nou ik wil nu wel weg, want mijn belangrijkste punt is geweest, die hebben dan ook de mogelijkheid om te vertrekken. Dus ik schors de vergadering. Goed, leden van de raad, ik stel voor dat we de vergadering heropenen en we gaan door met agenda punt 10. En dat betreft het onderwerp publieksdienstverlening burgerzaken. Het voorstel omvat een drietal onderwerpen en ik ga die zo even kort voorlezen. Maar het is in ieder geval ook een gewijzigd voorstel ten opzichte van de commissievergadering. Ik denk goed dat te realiseren dat de aanleiding van die bespreking er enkele zaken zijn gewijzigd. Het voorstel is als volgt: de notitie publieksdienstverlening burgerzaken vast te stellen. 1. 2. Akkoord te gaan met de aanpassingen in de dienstverlening als geschetst onder de bouwblokken 2 en 3 en een variant op bouwblok 1. Dat klinkt wat cryptisch, maar komen we zo meteen nog wel even op terug wat dat dan voor bouwblokken zijn. En het derde punt is in te stemmen met het bijbehorende kredietvoorstel om de kosten voor 2017 voor 20.500 euro te financieren uit een reserve vrij besteedbaar. En de structurele kosten voor 9.500 voor 2018 en volgende jaren mee te nemen in de perspectiefnota 2017. Dat zijn de drie voorstellen die voorliggen. Als we het hebben over de bouwblokken, is het denk ik goed om dat even kort aan te geven wat die zijn. Bouwblok 1 en dan in gewijzigde zin is het voorstel om het servicepunt Lemelenveld, formeel staat het, te sluiten en tegelijkertijd een informatiepunt te openen. Bouwblok 2 gaat over de mogelijkheid om rijbewijzen en andere reisdocumenten te bezorgen bij de bewoners thuis. En het derde bouwblok gaat over het aanpassen van de openingstijden en het werken op afspraak. Dat zijn de concrete voorstellen zoals ze door het college nu zijn neergezet. Omdat er een gewijzigd voorstel ligt, stel ik voor dat we toch in drie rondes dit gaan behandelen. Allereerst een informatieve ronde nog even, voor zover daar behoefte aan is. Vervolgens oordeelsvorming en daarna besluitvorming. Wie mag ik het woord geven voor nog resterende vragen naar aanleiding van het gewijzigde voorstel? Is er iemand die daar nog het woord over wil voegen? De heer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter. Namens onze fractie heb ik twee vragen. De eerste vraag heeft te maken met wat nu de functie is van het informatiecentrum. En dan gaat het met name om de vraag: kunnen hier nu wel of niet paspoorten en rijbewijzen worden aangevraagd? Want dat is het punt waar het ons in ieder geval wat dat betreft om draait. Uit overleg en commissie is op te maken dat die verbouw van het servicepunt gekoppeld is aan die uitgifte daarvan. Waar kun je de aanvraag nou ook doen? Een tweede vraag, dat vinden we ook belangrijk. Ja, is het mogelijk om verplichte afspraak of op afspraak verplicht dat informatiepunt of servicepunt wekelijks open te stellen? Dat zijn eigenlijk de twee vragen waar we graag nog een reactie op zouden willen. Dank u wel, meneer Nijburg. Verder geen vragen meer? Nee? Dan wil ik graag aan de portefeuillehouder, burgemeester Noden, vragen om daar even kort op te reageren. Dank u wel, voorzitter. De tweede vraag, afspraak verplicht wekelijks. Eigenlijk willen we daar naartoe. Of nee, anders geformuleerd. In dit voorstel zeggen we: er kan alleen maar verplicht, het is verplicht om een afspraak te maken. Dat is één. We hebben op dit moment formatief daar 4 uur voor staan per maand. 1 uur. Dat zou 1 uur per week kunnen zijn. Als wij kijken naar het gemelde aantal bezoekers per week en de doorlooptijd per bezoeker, zou dat in theorie dus 1 avond per week moeten kunnen. Het heeft mijn voorkeur om daarmee te beginnen. Kijk, dan gaan we ongeveer zien wat het wordt. Misschien redden we het niet met 1 uur per week. Misschien is het dan 1 uur en 1 kwartier per week. Maar dat weten we op dit moment onvoldoende. Dus het zou mijn voorkeur hebben om daarmee in ieder geval te beginnen. En te kijken hoe het dan gaat lopen. Je kunt je ook nog. Nou, laat ik het daarbij houden.
Er zullen ongetwijfeld namelijk ook avonden zijn waarin je wel een uur gepland had, maar waar misschien wel helemaal niemand komt. En je dus ook dat uur niet nodig hebt. Want dat is namelijk, dat is het gevolg van het feit dat je op afspraak werkt. Dus ik zou er graag een beetje rekken willen hebben. Dus wat ons betreft 1 uur per week. Wat is de betekenis van de sluiting van het servicepunt en de opening van het informatiepunt? In het informatiepunt kunnen geen waardepapieren worden bewaard. Of worden verstrekt. Want als je waardepapier bewaart of verstrekt, dan heb je dus die 2 personen nodig en die kluis. Kunnen waardepapier of identiteitspapier worden aangevraagd? Het antwoord luidt ja, dat kan wel. Dus je kunt het wel aanvragen, maar je kunt het er niet ophalen. Dat is het grote verschil. Dat is het grote verschil. Dat zijn de... Dank u wel voor de beantwoording. Voldoende beantwoorden op dit moment? Ja, het lijkt me voldoende. Het gaat dus uiteindelijk dan om een service die komt, waarin zaken worden thuisbezorgd. Dat is dan de service. De precieze thuisbezorging, daar moeten we nog echt dingen regelen. Het zou kunnen zijn nog in eerste instantie dat soms mensen nog papier moeten ophalen in Dalfsen. Maar wat we wel al hebben staan in ons stuk, dat in ieder geval met een paar euro extra ze altijd in de hele gemeente bezorgd kunnen worden. Dat geldt dus ook voor Limburgveld. Maar we moeten nog even kijken of daar ook in Limburgveld niet straks een bepaalde categorie mensen misschien buiten de boot valt of zo. Dat weten we eigenlijk ook nog onvoldoende. Dus in die zin hebben we eigenlijk uw voorstel of uw suggestie de vorige keer om het te verbreden naar de hele gemeente, hebben we daarmee ingenomen door ook die aanpassing van de openingstijden ook voor het servicepunt een nieuwe leuze op afspraak te gaan werken. Okay. Dank u wel voor de beantwoording. Raammaker. Ja, voorzitter, ik las in een stuk dat er geen producten konden worden aangevraagd. En nu in één keer wel. Wel aangevraagd, niet opgehaald. In het stuk staat anders. Staat het anders in het stuk? Ja. Ik denk dat het goed is om dat wel even te markeren dat het in het stuk... Er staat inderdaad geen producten worden aangevraagd. Ik ga even kijken of ik nu niet iets verkeerd zeg. Want volgens mij moet het wel kunnen. Weet je dat? Hier wordt nog even kortstondig overleg gevoerd. Ze kunnen wel worden aangevraagd en niet worden opgehaald. Okay. Dan is dat inderdaad een kleine bijstelling, maar niet een onbelangrijke bijstelling op het stuk. Ja? Dank u wel voor deze ronde. Gaan we even door heel precies. Het gaat om de technische betekenis van kunnen ze worden aangevraagd. Maar ik neem aan dat u ook graag wilt dat ze kunnen worden aangevraagd. Maar het punt was iedere keer als wij met een verdubbeling van de bezetting en met de technische voorzieningen, die zijn niet nodig als het gaat om het aanvragen van de waardedocumenten, reispapieren enzovoort. Okay. Dank u wel. Ik denk dat dat een belangrijke toevoeging is in het stuk. Waarvan akte. Gaan we door naar de volgende fase. En dat is de oordeelvormige fase. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De uitslag, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben kennis genomen van het verbeterde voorstel ten opzichte van de commissievergadering, wat we daar hebben aangetroffen. We hebben ook begrip voor de zoektocht die het college is gestart voor het oplossen van het capaciteitsprobleem, want daar zie ik eigenlijk de nota ook naartoe geschreven. En voorzitter, dat is natuurlijk wel gelijk ons probleem. Het gaat nog steeds niet uit van het concept, waar we in de commissievergadering ook al stevig bij stilgestaan hebben. Hoe ga je om met de optimale dienstverlening, hoe ga je dat verbeteren richting je inwoners? Maar het is meer een stuk om de, vanuit kosten geredeneerd. Er wordt gewerkt met bouwblokken. Dat op zichzelf wel heel goed werkt om het een stuk te maken. Maar wat ons betreft niet voldoende om vast te stellen, maar meer om kennis van te nemen. Voorzitter, we hebben ook dan de tijd genomen om eigenlijk bij onszelf te zeggen, als college dat niet zo expliciet vastlegt, dan moeten wij misschien dat zelf maar doen. En daar hebben we ook samen met een paar andere partijen een amendement voor voorbereid. We hebben ook duidelijkheid gegeven of iets een informatiepunt of een servicepunt is. Nou, wat ons betreft blijft gewoon die naam bestaan. En we ook dan duidelijk vastleggen dat daar ook rapporten kunnen worden aangevraagd. En dan komt misschien wel tegelijk de invulling aan de toezegging die we zojuist gehoord hebben. Want het voorstel liet op dat punt blijkbaar nog een duidelijkheid te wensen over. Want voorzitter, kijken we naar om ons heen en naar de trends die we plaatsvinden, dan verwacht de consument toch langzamerhand een ander type dienstverlening, omdat ze 2 keer voor een bepaald papiertje naar het gemeentehuis moeten komen of naar een servicepunt.
Dat is niet meer van deze tijd. Kijk naar Coolblue. Je kunt zelfs achter je computer een complete koelkast bestellen. Of hele dure apparaten. En die worden gewoon netjes thuis bezorgd. Dus twee keer langskomen, voorzitter. Niet meer van deze tijd. We zijn er ook van harte mee eens dat we daar de thuisbezorgoptie aan toevoegen. Waarmee we dus één keer aanvragen en één keer thuisbezorgen. Veel beter passen en weer in lijn brengen met de tijdsgeest. En in die zin is het ook mooi dat Lemmerveld de primeur krijgt. En weer eens voorop loopt in onze gemeente. Andere kant, één keer per maand, hè, zo kun je het ook het voorstel lezen. Een loket openen is wel heel erg beperkt of te weinig. We willen dat in alle kernen die we nu hebben, de mensen één keer per week daar naartoe kunnen gaan. En ook in diezelfde kern hebben we ook mensen die allemaal werken. Hè, dus waarom in Lemmerveld geen avondopenstelling of meer in de avonduren en hier en in Nieuw-Leuzen weer wel. Ja, dus we zouden daar ook wel meer eenheid in willen terugvinden. Dat is onze wens zijn. En of dat al dan niet op afspraak moet, nou, in de toekomst wellicht wel. Op de korte termijn zou ik me kunnen voorstellen dat we de omschakeling vloeiend laten verlopen. Ja, dus eerst maar eens kijken, één keer langskomen. Maar goed, dat is voor ons betreft ook echt uitvoeringszaak. En voorzitter, dan komen we terug bij het probleem wat het college had met de capaciteit. Als je alleen hoeft aan te vragen, dus één keer op bezoek hoeft te komen, dan hebben we ook minder bezetting nodig. We hebben minder risico, want er hoeven geen papieren bewaard te worden. En daarmee ook meer een mogelijkheid tot spreiding, waarmee het capaciteitsprobleem is opgelost. En als bonus, en eigenlijk dus in uw vorm, maar in onze vorm andersom, de dienstverlening hebben verbeterd ten opzichte van de dienstverlening die we nu bieden. Nou, voorzitter. Ik hoef het toch niet meer verder te verkopen. Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Wilsvang, PvdA. Ja, dank u wel. Ik zal het kort houden. Ik sluit op een aantal punten aan bij datgene wat de heer Uitslag net al heeft gezegd. We zijn het namelijk op zich wel eens met het voorstel zoals het ligt, in grote lijnen althans, behalve het onderdeel servicepunt Lemmerveld. Nou, dat was denk ik de vorige keer ook al duidelijk. Ik heb toen aangekondigd een amendement daarvoor te zullen indienen. Nou, dat hebben we inmiddels met een aantal partijen samen gedaan. Dat ligt nu bij u. Dus ik zou er ook niet al te veel woorden verder aan vuil willen maken. Daar staat voor mij precies in wat we ervan vinden en hoe wij denken dat het zou kunnen. En dat is wat mij betreft ook gelijk de mening die we hier willen inbrengen. En dan nodig ik u van harte uit om in ieder geval dat amendement ook meteen maar voor te lezen. Ja, ik ben eigenlijk gewend geraakt dat de voorzitter dat doet. Dus ik nodig u graag uit om dat te doen. Dus... Ja, maar als goed is hebben we hier nu een amendement voor ons, hè? Nee, ik stel voor dat een van de indieners dit voorleest. Is dat een goed idee? Nee, dat is prima zo. De heer Wildvang, wilt u dit met ons delen? Even op het gevaar dat ik misschien niet helemaal exact dezelfde versie heb, maar dan durf ik het wel aan, hoor. Ondergetekenen, leden van de Raad van de gemeente Dalfsen. Dienen het volgende amendement in. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 februari 2017, nummer 553. Gehoord de beraadslaging over de agendapunt aanpassing publieksdienstverlening burgerzaken. Overwegende dat. De raadscommissie tijdens haar beraadslaging heeft overwogen dat de publieksdienstverlening aan burgers in de drie kernen opnieuw onder ogen moet worden gezien. Dat het college voorstellen daartoe aan de raad heeft gedaan. Dat de raad van mening is dat dienstverlening aan de inwoners van de gemeente zo mogelijk op locatie moet plaatsvinden. Dat het als onwenselijk wordt geoordeeld dat het servicepunt Lemmerveld wordt gesloten. Dat gelet op de overige wijzigingen die door het college worden voorgesteld, waaronder het thuisbezorgen van rijbewijzen en paspoorten, aanpassingen in de gebouwelijke voorziening niet nodig worden geacht, stelt de raad voor te besluiten. Als besluitregel 1 de navolgende tekst te hanteren. Kennis te nemen van de notitie publieksdienstverlening burgerzaken. En als besluitregel 2 de navolgende tekst te hanteren. Akkoord te gaan met de navolgende tekst voor bouwblok 1. Bouwblok 1, handhaving van de wekelijkse dienstverlening, inclusief de aanvraag aan rijbewijzen en paspoorten vanuit servicepunt Lemmerveld, waarbij de rijbewijzen en de paspoorten thuis worden bezorgd. Dus haakjes bouwblok 3. Akkoord te gaan met de aanpassingen in de dienstverlening als geschetst onder de bouwblokken 2 en 3. De indieners, en nou moet ik even spieken, want dat zijn er wat meer geworden. De heer Uitslag, CDA, de heer Veldhuis, VVD, de heer Royakkers, D66 en ondergetekende. Sorry.
Maar ja, er zit nog een toelichting bij. Misschien is het wel interessant om die ook even voor te lezen en in beeld te brengen. Gaat uw gang. Indien is zijn van mening dat met het voorliggende amendement de dienstverlening voor de inwoners van de gemeente Dalfsen wordt verbeterd. Bij het servicepunt Leemeneveld hoeven geen producten te worden opgehaald. Het servicepunt Leemeneveld hoeft hierbij dus niet fysiek aangepast te worden om te voldoen aan de wettelijke eisen qua vervoer en opslag van waardedocumenten en bemensing. Aanpassingen van de voorzieningen en dubbele bemensing in het cultuurhuis de Mozaïek is daarmee niet nodig. Dank u wel voor het voorlezen van dit amendement. Ik maak even het rondje af in deze eerst opinierende ronde. De heer Rooijakkers, D66. U hebt gezien dat wij bij de mede-ondertekenaars van het amendement horen, voorzitter. En wij vinden het ook in het kader van de modernisering van de dienstverlening een goede zaak dat we op deze voet doorgaan. Dank u wel. De heer Veldhuis, VVD. En dank u, voorzitter. Ja, wij zijn ook mede-ondertekenaar van dit amendement. Dus dat mag ook duidelijk zijn. Akkoord, dank u wel. De heer Nijburg, ChristenUnie. Wij vinden het een sympathiek amendement. We vroegen ons alleen af of de toezegging van burgemeester dat het servicepunt dan verplicht open is, wekelijks. En dan even met een marge van, oh ja, hoe lang is dat? Iets langer, iets korter. Dat dat meegenomen wordt. Als we het zo zien, dan kunnen we daarmee leven. En wij vragen blijvend aandacht voor digitalisering. Want het zijn natuurlijk altijd mensen die daar moeite mee hebben en die hulp nodig hebben. Zeker bij aanvragen van alles en nog wat. Daar moeten we blijvend op inzetten. En we vinden ook dat dat informatiepunt als onderscheid voor een compleet servicepunt positief is. Mits aanvragen van rijbewijzen, paspoorten, kapvergunningen en de hele rattenplan daar kan blijven plaatsvinden. En dat die maximale dienstverlening uiteindelijk ook binnen een week gestalte krijgt. Dus dat het niet echt over een maand heen gaat of wat voor tijd dan ook. En we verwachten dat met de voortgaande digitalisering en mogelijkheden ook op dat gebied, verruiming van openingstijden, er een goed plan ligt. Kunt u een uitspraak doen over het al dan niet steunen van het amendement? Dat hangt een beetje af. Als de burgemeester nou zegt, ja inderdaad, die verplichte opening wordt daaraan gekoppeld, dan kunnen we daarin meegaan. Oké, dank u wel. Heer Raamaker, gemeente Belangen. Ja, voorzitter, in de commissie hebben we al aangegeven dat het dichtgaan van een servicepunt betekent dat het nooit weer open gaat. En nu ligt er een amendement wat iets anders aangeeft. Alleen, ja, we blijven toch bij onze mening dat we die drie servicepunten in ere moeten houden. Dalfsen, maar ook Nieuw-Leuzen. De vorige keer werd ook al gesproken van, nou, misschien Nieuw-Leuzen komt die bezuiniging er ook aan. En ik heb het raadsdocument er nog eens bijgepakt. En daar hebben we allemaal ondertekend, participatie van burgers is dichtbij. Voor ons een leidend begrip. De komende jaren gaan we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, mede, overheden en bedrijfsleven met die onderwerpen uit dit raadsdocument aan de slag. Niet als bezuinigingsmiddel, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we hierdoor beter gedragen besluiten worden genomen en er meer tot stand komt in de gemeente Dalfsen. Dus dat raadsdocument hebben we raadsbreed getekend, behalve dat was de heer Schuring, dus de heer Veldhuis niet. En ja, daar wil ik vast aan houden. En ja, we kiezen toch voor het openhouden van Leemeneveld, maar ook alvast een voorschot voor de boeg op Nieuw-Leuzen om die ook open te houden. Dus wij zullen het amendement niet steunen en wij steunen het voorstel van het college dus ook niet. Dat is een helder standpunt. Mag ik daar nog een vraag over stellen? Ja, gemeente Belangen. Gaat het nu om het openhouden van zo'n punt of gaat het nu om uiteindelijk om de service? Allebei. Mensen moeten kunnen met vragen kunnen komen naar een. En nu wordt er geknutseld aan tijden. En straks is het onduidelijk. Nou, dan krijgt de gemeente precies wat het vraagt. Want ja, dan komen er geen mensen meer af. Wij vinden dat je op bepaalde tijd dat je gewoon zo'n servicepunt moet kunnen bereiken. En nu ook met de WMO allerlei vragen. Ik krijg ze nu vanuit Leemeneveld aan de deur. Die moeten daar ook terecht kunnen. En hetzelfde geldt ook voor Nieuw-Leuzen. Want ik ben in Nieuw-Leuzen een paar keer op steunpunt geweest. En alle twee loketten waren open. Dus ja, wij zien toch noodzaak dat we dicht bij die burger, zeg maar, toch het servicepunt open moeten houden. En wij scoren daar ook hoog mee, want in die referentie stond dat we daar trots op mogen zijn. Dat we met een 7,1 voor de zorg voor de woonomgeving, inspanning voor de bewoners, 7. Algemene dienstverlening, 7,1. En hoe dat meedoen van inwoners, 7,0. Dus ja, ik vind dat we kunnen het ook positief zien, dat we het graag zo in ere willen houden. En daar hebben we geld
willen we graag geld voor beschikbaar stellen. Dank u wel voor uw toelichting. Ik stel voor dat ook de portefeuillehouder reageert op het amendement. Hebt u daar een advies nog bij? Dan zou u dat misschien willen inbrengen. Ik moet mijn plek kennen, voorzitter. Ik zou wel willen aangeven, ik heb dat al mondeling gezegd tegen de heer Nijburg, dat mijn voorkeur ook heeft om te beginnen met een wekelijkse openstelling. Dat heeft absoluut mijn voorkeur. Dus ik denk dat we daarmee moeten gaan beginnen. Ik hoorde de heer Uitslag zeggen dat het misschien verstandig zou zijn om dat in de vroege avond te doen, op een dag. En niet overdag, zodat ook mensen die overdag moeten werken in staat zijn om naartoe te komen. Misschien moeten we dat inderdaad doen. Daar is ook geen reden voor om dat niet te doen, laat ik het zo zeggen. Dus als daar een voorkeur voor ligt bij de Raad, is dat misschien prima om daarmee te beginnen. Ik zou wel op korte termijn over willen gaan naar een systeem van afspraken maken. Want afspraken maken heeft echt een groot voordeel. Namelijk dat je ook veel beter kunt plannen. En misschien dan ook wat ik straks zei, dat je in de ene week een half uur open bent, maar misschien de week daarna wel anderhalf uur. Want ik kan me voorstellen dat in de vakantieperiode meer mensen willen komen, omdat er nieuwe paspoorten moeten worden aangevraagd. Dat is ook zo, seizoenmatig. En dat er in sommige periodes minder mensen komen. En ik zou het juist wel interessant vinden om te kijken of we daar beter op kunnen gaan inspelen. Dat hoeft niet van dag één, de heer Uitslag gaf aan, doe dat geleidelijk. Nou, dan doen we dat geleidelijk. Maar ik zou daar wel graag mee willen gaan experimenteren, omdat ik denk dat het leidt tot een kwaliteitsverbetering in je dienstverlening. Dat denk ik echt. En dan het punt van de heer Raamaker, nou, het is helder hoe hij daarover denkt. Ik wil wel graag naar voren brengen dat we in totaliteit meer gaan uitgeven aan de dienstverlening. Het is dus niet een bezuiniging, meneer Raamaker, tenminste dat vind ik. Het is een verplaatsing van kosten, want we blijven wel die kosten maken. Dit is niet een plek geweest waarop we nou proberen om te besparen, maar echt het geld anders uit te geven. Dus ik kan prima leven met die motie. Met het amendement, neem me niet kwalijk. En ik geloof dat ik zodanig gereageerd heb dat de heer Nijburger dat ook zou moeten kunnen. Dank u wel voor uw opinie ook ten aanzien van het voorgestelde amendement. Is er naar aanleiding daarvan nog behoefte om te reageren, meningen te delen of eventueel aanvullende vragen? Ik zou twee opmerkingen willen maken. Of eigenlijk is het een korte vraag aan gemeentebelangen. Om nog eens te horen waar, ik snap heel goed wat de heer Raamaker zegt, hè, van hou het zoals het is en ga daar niet aan sleutelen, want één keer weg en blijft weg. Het voorstel wat hier natuurlijk ligt is om die publieksdienstverlening in Lemelenveld te handhaven. En vervolgens doen we daar een kleine variatie op, dat geef ik direct toe. Maar het is wel degelijk, het voorstel is om het te handhaven. Dus ik zou u nog één keer willen vragen om toch nog eens aan te geven waarom u daar niet in mee zou kunnen gaan. En de tweede vraag heb ik aan de portefeuillehouder, de burgemeester. Hij zegt van ja, we willen daarmee wat experimenteren met die avondopenstelling of vroege avond mogelijk. Maar dan op afspraak. Dat snap ik, prima wat mij betreft, maar zegt in één en dezelfde zin ook van, en ik kan leven met het amendement, maar het amendement zegt iets anders. Zegt namelijk gewoon handhaving van de dienstverlening. Dus ik wil wel graag even dat we zeker weten van elkaar, dat we elkaar goed begrijpen van wat spreken we hier nou af. Wat is nou de interpretatie die de portefeuillehouder hier geeft aan het amendement? Twee punten. Allereerst de heer Raamaker, nadere duiding. Ik snap wat de heer Wildvank bedoelt, maar ja, volgens mij is het geen vreemde taal van mij dat ik dat nu uitspreek, want in de commissie hebben we dat ook al aangegeven. Wij vinden gewoon belangrijk dat op een gegeven moment dat je nu naar een steunpunt kunt, dat dat vaste tijden zijn van 14:30 tot 16:30 op dinsdag en op donderdag, is duidelijk. En zoals dat nu achter die tafel al aangegeven is van, er is nog zoveel onduidelijkheid. Kom dan over een enkel jaar of twee jaar, kom dan eens terug met een goed voorstel waar we dan goed naar kunnen kijken van wat de gevolgen nou exact zijn. En nu worden geknutseld met uren en wij vinden gewoon, er moet duidelijkheid zijn voor Lemelenveld. Nou, Lemelenveld verdient het ook. We hebben drie steunpunten in totaal, of tenminste twee en een gemeentehuis. En daar willen we gewoon gebruik van kunnen maken, ook met de problematiek.
wat dus ook met de WMO en alles op ons afkomt, dat mensen gewoon niet alleen voor een rijwijs naartoe kunnen, maar dat ze ook een verhaal kunnen doen van waar ze mee zitten. Ik krijg ze nu aan de deur en dan kunnen ze straks voor in Limmerveld terecht. Dank u wel, heer Raalmaker. Misschien toch, voorzitter, eventjes, want de uitslag. Ik hoor nu toch een paar dingen achter elkaar waarvan ik mijn wenkbrauwen doe fronsen. Eén, het laatste zin van de heer Raalmaker, die aangeeft, hij krijgt ze nu al aan de deur, terwijl we nu, volgens mij al twee keer in de week, een servicecentrum hebben in Limmelenveld. Dus of het een klopt niet, of het ander klopt niet. Maar u zegt, u wilt het openhouden, zodat mensen naartoe kunnen gaan, terwijl ze nu al bij u moeten komen, zoals u zojuist ook aangeeft. Dus of het een of het ander, maar wat u nu zegt, klopt niet. Daarnaast heb ik echt moeite met het feit dat u zwaait, u citeert uit het raadsdocument, terwijl de insteek van het amendement is juist is om daar een nadere invulling aan te geven en een verbetering vorm te geven. Misschien niet in de manier zoals u dat wenst, maar dat is niet, als 5 van 6 partijen dat vinden, in strijd met het raadsdocument, maar misschien een andere invulling. En de laatste wil ik echt wel even gezegd hebben hier. Dank u wel. Ik weet niet of daar nog behoefte is om op te reageren. De heer Raalmaker, een laatste. Nou, verder weinig behoefte. We hebben het raadsdocument met z'n allen getekend en daar staat het gewoon klip en klaar in. Dus, en wat voor betreft, nu is het servicepunt open. Nou, dat willen we graag zo houden. Ik krijg ze aan de deur en ik hoop dat ze ook nog jaren naar Limmerveld om daar aan de deur te kloppen, om informatie in te winnen en om zaken daar te regelen. Dank u wel. Er is een tweede vraag door de heer Wildvang gesteld aan de portefeuillehouder over de duiding van het begrip wekelijkse dienstverlening, tenminste als ik het goed begrepen heb, of u elkaar daar nu goed in verstaat. Waar we elkaar in ieder geval goed over verstaan is wekelijks. Volgens mij heb ik dat nu al een paar keer gezegd, daar wil ik graag mee beginnen. Ik heb ook aangegeven dat dat misschien juist in de vroege avonduren zou moeten zijn, ook om het gewoon ook toegankelijk en bereikbaar te houden voor iedereen, mensen die werken overdag. Volgens mij heb ik daarmee de gevoelens van de Raad op een goede manier verwoord. Vervolgens is het aan de orde en gaan we op afspraak werken. Ik wil sowieso op afspraak gaan werken. Ook omdat vanuit de samenleving daar steeds meer behoefte aan is. Mensen willen graag ook een afspraak maken. Dat doen we op meer plekken hoor. Dat doen we bij de tandarts en de huisarts ook. De vraag is wanneer we dat doen. En ik denk dat we daar misschien niet onmiddellijk mee moeten beginnen. Dat is wat ik aangeef. Misschien wel de mogelijkheid bieden om afspraken te maken, maar dat je ook de vrije inloop nog in eerste instantie openhoudt. En dan zou het wel eens een keer zo kunnen zijn, en ik eerlijk gezegd heb zelf daar een goede fles wijn op te zetten, dat binnen een jaar iedereen gewoon op afspraak komt. En dat je namelijk met die vrije inloop niet voldoet aan een behoefte. Maar laten we dat afwachten. Laten we dat afwachten, want dat hoeft allemaal niet op stel en sprong. Dus dat is zoals ik er nu naar kijk. Maar geef me wel de ruimte om binnen de bevoegdheden die we hebben, want u weet dat ik dit hier op tafel leg en u ook zo'n rol geef, omdat ik weet dat het politiek gevoelig is. Maar gun me ook de ruimte om op een bepaald moment gewoon in de praktijk te doen wat verstandig is en waar behoefte aan is. Dus ik hoop dat de heer Wildvang hier genoegen mee neemt. 1 keer per week, vast, ook op afspraak. Maar zoals al een bouwblok 3 was aangegeven, van dinsdag tot en donderdag gaan we 's middags ook in Nieuw-Leuzen werken op afspraak, maar ook hier. Dat willen we ook. En wat u al eerder had aangegeven, aanvraag blijven mogelijk. Aanvraag blijven mogelijk. Dus voor de rest ondersteun ik de motie in alles. Ik vraag alleen maar enige ruimte bij de interpretatie van het instand houden van exacte dienstverlening. Ik wil het niveau van dienstverlening in stand houden, maar de vorm erin, alsjeblieft, een beetje ruimte. De Wildvang wil ook reageren. Zou ik mogen vragen om 5 minuten schorsing? Dat zouden we kunnen combineren met nog een andere nuttige aangelegenheid, namelijk om toch even een korte pauze te doen en een kopje koffie te drinken. Dan stel ik voor, tenzij er nog voor de schorsing behoefte is om nog iets in te brengen, zo niet, dan stel ik voor dat we een kwartier schorsen, waarin we en een kopje koffie drinken en nog kunnen beraadslagen. Akkoord, schors ik hierbij de vergadering tot 9:05 uiterlijk. Dank u wel. Dan heropen ik de vergadering. Dank u wel, meneer Nijkamp, voor het voorzitten. En dan ga ik naar agenda punt 11, wijziging legersverordening. Voorstel komt rechtstreeks in de Raad en betreft de aanpassing van het maximumtarief van een rijbewijs. Hoe toepasselijk. En de nieuwe ROEB-lijst voor 2017. En u wordt gevraagd om de verordening vast te stellen. Dat doen we in 3 rondes, als u daar tenminste behoefte aan heeft. Dus wie van u mag ik het woord geven voor toelichtende vragen?
Die is er niet. Meneer Nijkamp. Als we het goed begrepen hebben, betekent het dat er een kleine correctie komt op de prijsstelling van, wat was het, rijbewijzen? Het is een marginaal verschil, hebben we geconstateerd. Maar de kans is groot dat er toch wel iemand aan de balie komt en zegt van, heb ik nou de afgelopen maanden te veel betaald? En wat doen we dan? Dat is uw vraag. Dat is de enige vraag. Okay. Wethouder Van Leeuwen. Als iemand nu aan de balie komt en die zegt ik heb te veel betaald, wat zegt u dan? Nou, ik zeg niks, maar ik ga de baliemedewerker vragen om dan de 15 cent terug te storten, terug te geven, uit te keren. Want wij moeten ons houden aan dit tarief. Dat is duidelijk. In het ergste geval betaalt de wethouder het uit eigen zak. Nou, daar doe ik ook nog niet eens moeilijk over. Andere vragen? Mag ik gewoon onmiddellijk naar de besluitvorming toe? Is dat goed? Dan komt hij in beeld. Voorstel om vast te stellen, agenda punt 11, eerste wijziging in lezersverordening. Voorstel is vast te stellen de eerste wijziging in lezersverordening 2017. Wie gaat ermee akkoord? Met u allemaal. Dan is hij met algemene stemmen vastgesteld. Dan ga ik naar de besluitenlijst van 30 januari, agenda punt 12. Mag ik hem vaststellen? Kijk even rond, ja? Is die ook vastgesteld? Hoe stukken? Mijn papiertje staat geen bijzonderheden, maar dat bepaalt u. Meneer Wild van Partij van de Arbeid. Ik heb een paar korte vragen. In eerste instantie even over de ingekomen stukken. Er zit een brief bij van de Sociale Alliantie waar extra middelen voor armoedebestrijding onder kinderen wordt toegewezen. Ik zou graag even een antwoord krijgen op de vraag van hoe staan we daarin? Wat is daar ontvangen en wat gaat u ermee doen? Hoeft niet nu, mag schriftelijk. Er zit ook een stuk bij van de ondernemingsraden van de sociale werkplaatsen. Ik zou ook daar graag nog een iets nadere toelichting willen krijgen van hoe we daar nou in zitten. Zij stellen een punt aan de orde waarin ze zeggen van ja, gemeenten zitten soms het wiel opnieuw uit te vinden. Hoe zit dat nou in Dalfsen? Hoe kijken wij nou naar de opmerking die zij maken over hoe de inrichting is van die... van het beschut werken met name. Daar zou ik graag iets meer over willen weten. Hoeft nu niet direct. En dan heb ik nog een vraag over de lijst van mededelingen. Dat gaat over de cliëntervaringsonderzoeken jeugd en WMO. Daar is over besloten om dat via het RIS aan ons aan te leveren. Dat is nu dus gebeurd. Maar ik zou toch graag willen vragen om dit onderwerp te agenderen bij de behandeling van de halfjaarrapportage sociaal domein in maart 2017. Om dit stuk daarbij te betrekken. Okay. Dus het eerste is een verzoek. Dat gaat naar de wethouder Van Martels. Zou dat stuk, de evaluatie, betrokken kunnen worden bij die andere documenten die in het kader van het sociaal domein worden behandeld in april of mei? Wanneer is dat? Volgende week al is dat al gehoord. Ja. Ja, natuurlijk. Die vraag kan ook naar voren komen en dan zal ik daar een passend antwoord op geven. Oké. Okay. En officieel moet de agendacommissie dat besluiten. Maar in ieder geval heeft u de stukken en u mag die vragen stellen. Laten we het zo gewoon zeggen. Heel simpel is dat. En dan of je nog een keer een reactie kunt geven op Sociale Alliantie. Sociale Alliantie, ja, dank u wel. Ook dat is mogelijk, zeker. Ja, dus er komt ook toezegging. En dan heb ik nog de centrale ondernemingsraden van de WSW-bedrijven. Ja, we kunnen daar een uitgebreide reactie op geven, maar als ik het heel kort zeg, dan is het op dit moment zo geregeld dat de mensen vertegenwoordigd worden bij de ondernemingsraden van respectievelijk WESO en LARCOM. En dat we voor Dalfsen Werkt een... kijk ik even naar de voorzitter van het bestuur. Dat heet een ja, onderdeelscommissie. Onderdeelscommissie hebben binnen de ondernemingsraad van de gemeente Dalfsen. Maar ik geloof dat de vraag van de heer Wildvak gaat over de inhoud met betrekking tot, hoe je bijna zou kunnen zeggen, de aansluiting van Dalfsen met andere gemeentes als het gaat om de inrichting van beschut werk. Dus dat is een inhoudelijk punt, denk ik. Dus misschien is het goed dat u daar nog een keer... Dan gaan we daar op een gepast moment op terugkomen. Ja, een gepast moment. Dank u wel. Andere nog in het kader van de... mededelingen en ingekomen stukken. Dat is niet zo. Mag ik dan agenda punt 13 afslaan? Dan doe ik.
En dan komen we bij agenda punt 14. Mag ik u bedanken voor uw inbreng. En mag ik u nog een prettige avond toewensen. Dank u wel. Ik sluit de vergadering.